Hallo mensen van GamesXL, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik een klein beetje verder gaan bouwen aan de omhulling, ja, het gebouw van mijn wietfarm. Zoals jullie zien heb ik de trap een beetje veranderd. Ik ben ook niet heel erg tevreden over hoe dit er nu uitziet. Ik denk dat ik hem maak dat hij zo gaat en dan zo omhoog en dan hier zo'n rondje zeg maar maakt. Dan heb je ook veel meer ruimte hier. Ik ben er niet echt zo heel tevreden over, maar ja. We zien vanzelf wel hoe het allemaal gaat, hoe het allemaal loopt. En first thing first, deze gast even killen. Ik moet even, ja, het is niet zo heel veel eten, maar ja. Ik ken nog maar 10 pork chops, dus. Oh, ik vergat net iets. Ik heb net peaceful gedaan. Of peaceful gedaan, creative. En dan zet ik hem altijd in peaceful. Dit is nog steeds dat farmpje van de vorige episode. En zoals jullie zien ben ik hier nog stenen aan het smelten. En heb ik hier ook een aantal resources. En deze. Simar. Mijn aantal resources. Cracked wil ik er. Mossy. En ja, zoiets nog. En dan maak ik eerst deze even twee hoog. Dat krijg ik nu toch nog niet af, maar dat maakt niet uit. Daar heb ik nog niet genoeg voor. Misschien dat ik dadelijk met het smoothstone een, de onderste laag sowieso af kan maken. En dan... ja, als ik de onderste laag af heb, dan hoef ik alleen nog met mijn smoothstone omhoog te gaan, zeg maar. Ik wil zeg maar gewoon ja, een klein ja, fabriekje hier maken of zo. En ik wil verder ook gewoon. Oké, er was ongeveer 1 stack, zoiets. Dus dan zou ik nog 3 stacks bij moeten hebben. Zo even. Ik doe het in ieder geval wel zo even. Oh, die kunnen gewoon bij elkaar. Doe ik het 2 stacks. Want ik wil niet veel te veel smoothstone verspillen. Want smoothstone heb ik ook nog nodig. Dus ja. God. Zoals jullie zien is het wiet bijna helemaal vergroeid. Hier, oh. Kijk maar. Ik zei het van te horen, maar ik had het nog niet laten zien. Ik zag in het ooghoek, in het hoekje zag ik wat biet. Dus ik denk, oh ja, dat moet ik ook even vertellen. Dus die kan ik daar ook gaan oogsten en dan. Ja, is dat ook weer goed? Neem ik aan. Ja, deze wil ik 3 hoog gaan maken en dan smoothstone bovenop. Gewoon een beetje een. Ja, gewoon even een mooi farm. Ja, fabriekje eigenlijk. Zoals GamerKingNL het ook zegt. Die had ook een fabriek in zijn one-man army. Hardcore let's play. Ik wou het dan niet eigenlijk geen fabriek gaan noemen, maar ja. Hier gaat wel. Ja, hier gaan wel meer. Meer dan alleen dit in. Ook automatic melon farm, automatic wheat farm en zo. Dat wil ik allemaal in gaan doen. Maar ik moet binnenkort ook een keer naar de Nether. Wat glowstone halen sowieso. Ja. Zo, mooi. Nou, kijk, de omhulsel dus af. Ik heb deze pickaxe geëchant met 4 levels, want dat was bijna kapot. Ik had daar, ja, ik weet het, sommige mensen denken nu, wat, je bent echt dom dat je dat doet. Maar ik ga toch een andere maken, dus dat maakt allemaal niet uit. Dat komt allemaal wel goed. Dat weet ik zeker. Nou, even wat random blocks plaatsen en zo. Hier nog. En hier. Zo. Zo. Kijk, dat ziet er een beetje oud uit, zie je dat? Dat vind ik wel echt vet uitzien. Hier een en zo. Ja,
dat vind ik wel vet. Moet ik even voor alle randjes doen hier, hoor. Dus ja. Dat kan nog wel even gaan duren. Nee, deze trouwens niet. Deze kan gewoon zo blijven. Dat kan ook wel ja, een beetje lang, langdurig zijn of een beetje saai of zo, maar ja. Kijk, ik doe gewoon random. Die weg. Zo, up, up, up. Nee, zo eentje. Hier dan misschien nog. Ja, zoiets, denk ik. Ik weet het echt niet helemaal, ja. Oh, ik kan echt bijna niet wachten totdat mijn gastrol op GamerKingNL wordt geüpload, echt. Oh. Die zou binnenkort worden geüpload, dus ja. Ik zit al een paar dagen van, oh, wanneer komt die nou, wanneer komt die nou? Maar ja. Ik vind het sowieso wel vet dat die komt, dus ja. En deze hier. Ik vind het echt vet dat ik in de gastrol mag op zijn account. Of van zijn account op zijn kanaal. Volgens mij kreeg ik net een berichtje binnen. Maar dat weet ik niet zeker. Zo, deze ga ik zo doen. Ah, damn it! Zo. En nu ben ik weer op land. Dan kan ik weer een beetje makkelijker minen. Ik ga gewoon wat random blokken zo weghalen zo. Zo, en die nog. Deze twee. Dan plaats ik ze daar allemaal in één keer, snap je? Zo, wat van deze hier neerzetten, een paar van die. Ik wil ook nog een paar van deze. Dat geeft een beetje een oud karakter aan het gebouw, vind ik, een klein beetje zoiets, ongeveer. Ja. 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 Beetje slechte commentaar nu, want ja, ik was helemaal niet voorbereid om nu nog te gaan recorden. Moet eigenlijk nog huiswerk gaan maken daarom. Dus ja, ik dacht, maar ik heb geen zin om huiswerk te maken, dus ik ga recorden. Dus ik ben gaan recorden. Ja. Zo simpel is dat. Ik vind het wel vet uitzien dat van die is ook zo. Beetje oud. Het ziet er nu iets ouder uit dan dat het eigenlijk is, zeg maar. Heb ik hier nog? Nope. Ik heb niet eens zand om eigenlijk naar boven te stekken. En dan doe ik even met deze. Die ga ik straks toch weg. Okay, ik snap eigenlijk trouwens niet. Mee dat ik de plaats dacht ik van, oké, waarom doe ik het zo moeilijk? Maar ja, maakt niet uit. Zo. Oh, dan kan ik niet bij, hè? Tuurlijk niet. Twee kan ik erbij. Zo. Twee, overal twee omhoog. Ja. Het is nog, ja. Een beetje bouwwerk. Ja, misschien vinden jullie wel leuk om te zien hoe ik bouw, zeg maar. Dan is dit wel. Dit zijn de laatste paar episodes wel leuk geweest voor jullie, denk ik. Ik heb de laatste paar episodes alleen maar gebouwd. Dus ja. Ik heb echt nog veel meer smooth dan nodig. Maar ja. Dat maakt niet uit. Want ja, ik wilde hier allemaal verdiepingen opmaken, zeg maar. Kan ik er weer niet bij. Zie maar. Ik haal hem niet weg, want dan heb ik geen smoothstone meer. En hij moet toch nog hoger dan 2, dus ja. Kan ik hem net zo goed laten staan. Overal die bricks die hier nog liggen. Weet je wat, die ga ik even gewoon pakken. Anders raak ik die daar kwijt. Dat is ook niet alles.
Sommige die glitchen, dat is echt raar. Dan hangen ze gewoon in de lucht ergens. Zo. Ik kan niet meer rennen. Komt dat ik honger heb. Zo. Ik heb nog 22 in mijn inventory. Zo. Oh, en ja. Heel misschien, ik zeg heel misschien. Heel misschien komt er een duo survival met een vriend van mij. Op dit kanaal. Ik samen met hem dan. Oh, fuck jou. Is het nacht? Het is gewoon fucking nacht. Oké. Dat heb ik niet eens in de gaten. Slecht. Ja, ik weet het. Jongen, jongen, kutdeuren. Even gauw pitten. Zo. Ja. Goedemorgen. Haha. Flauw, echt heel flauw. Slecht commentaar. Slecht, slecht, slecht. Allemaal squids in zo'n klein meertje. Oké, dan. Maar ja. Ja, ik heb iets slechter. Commentaar vandaag. Ik weet niet hoe het komt, maar het is helaas zo. Helaas voor jullie sowieso. Oh, zo kan ik het goed even meteen alles meenemen. Een paar stonen, een paar cracked. Zo, ik wil nog een paar van deze. 2 stacks. Godverdomme. Lekker. Ja, dat is ook. Jongens, 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 jongens. Ik hou shift wel even ingedrukt. Zo. Zo, jongen, jongen. Faalmomenten nummer. Ja. Faalepisode, echt waar. Echt faal episode. Het is dat je niet rollback kan doen. Dat je alles opnieuw kan doen. Want anders zou ik dat doen. Dit is echt slecht. Maar ja, dit is zo. Als je iets hebt geplaatst. Dan blijft het er staan. Dus ja, ik kan het niet opnieuw gaan plaatsen. En alles opnieuw gaan doen. Dus dan zit er af en toe wel slecht. Commentaar bij een creeper. Creeper, ik mag jou niet. Als jij het daar opplaatst. Dan mag ik jou al helemaal niet. Ik heb wel een boog, maar geen arrows. Yay, slim ik. Kut creeper. Nou ja, ik maak even deze muur af als je het niet erg vindt. Oh, jongen, jongen, jongen. Dood. Yo, dit is gewoon een heel slechte episode. Het spijt me enorm. Echt waar. Maar ja. Ik kan me ook weinig aan veranderen, eerlijk gezegd. Nou, ik doe gewoon weer zo. Dat vind ik makkelijker. Zo, en hier nog een paar. Hier ook nog een paar. Ja, de wheat farm. Full automatic. Het is best goed ontvangen volgens mij. Dus 14 keer bekeken nu. De dag daarna. 15 keer trouwens. Dus ja. Sorry, mijn zusje riep heel even dat ze wegging. Dus ik moest even muten en zeggen van... is goed, doudoe. Dus ja. Zo, en... er is een skeleton dood gegaan. Hey, arrows. Wauw, ik heb arrows als ik dat oppak. En bone meal. Ja, dat ga ik binnenkort ook weer doen. Een XP grinder maken. Dat is misschien wel makkelijk eigenlijk. Dus daarom.
En binnenkort ga ik ook weer een keer offline caven. Ik heb weer diamonds nodig. Ik heb nog maar 5 diamonds. Ik zit nog steeds in een iron. En ik wil eigenlijk een... ja, genoeg diamonds. Voor een paar goede pickaxes. Zoals Efficiency 3, Unbreaking 3. En ik wil een Silk Touch en een Fortune 3. Ja, dat kan je wel allemaal willen, Tommy. Maar moet je wel geluk hebben. Ja, dat klopt. Dus daar heb ik nog minimaal 6 diamonds nodig voor 2 goede pickaxes. Van eentje van Fortune, zeg maar. En een Silk Touch. En dan kan ik gaan caven. Dan kan ik echt flink gaan caven. Dus. Dat ga ik ook doen. Woehoe! Ja, dit wordt nog hoger met smoothstone. En ik heb nog een leuk, ja, iets leuks erbij om te verzonnen. Zodat het niet zo'n kale muur is. Dus dat komt allemaal goed. Ik maak het allemaal wel mooier en zo als het, ja. Als daar de tijd voor is, zeg maar. Zo, even alles. Erin. Dan maak ik hier denk ik even een deur. Zo, een deur. En dan let's use this bad boy. Wacht even. Nog niet. Nog niet. Hier kom jij. Even wat hout maken. Crafting bench. Workbench, crafting table. Maakt niet uit hoe je het noemt. Zo, een hoop. En met die hoop kan ik weer alles naar aarde toezetten dat het zeg maar op kan planten. Het is nog niet helemaal vergroeid, zo te zien. Het is minder, maar ja. En hij doet het goed. Zo. Netjes. Het komt er allemaal hier netjes uit. Dit wil ik eigenlijk even zo hebben. Ik had hier een... nee, ik heb hier geen working bench meer. Die heb ik daar wel liggen. Nee, dat maakt niet uit. Zo. En eens kijken hoeveel stacks dat zijn. Het was nog niet volledig, hè? Zie je wel, er zijn er nog heel weinig. Hè, er zijn er wel echt heel weinig. Heel weinig seeds. Wat is dit? Ik wil net zeggen, dit klopt niet. Ik dacht echt van, hè, dit klopt niet. Maar ja, het waren er ook nog maar weinig, dus... Het zou kloppen. Maar één zo'n ding is, zijn dus al 35 broden. Of 35 wheat. Dat is ongeveer... 10 brood. Dus ja... Dat is toch ook best wel nice. Ja. Even alles replanten. Dat is wel een nadeel eraan. Dat je ja altijd alles moet terugplanten. Maar ja. Dat maakt niet uit. Weet je. Op een gegeven moment dan heb je brood zat. En dan hoef je eigenlijk al niet meer. Als het volledig uitgegroeid is. Het wiet ook meteen te oogsten. Dat hoeft dan niet. Want ja. Je hebt er dan toch niks aan. Dan kan je het gewoon laten staan en dan een keer oogsten als je het echt nodig hebt. Als je bijna geen eten meer hebt of zo. Dan doe ik wel altijd zo, dus ja. Ik zeg niet dat jullie dat ook moeten doen zo, maar ja. Binnenkort komt trouwens ook nog een automatic melon farm. Automatic pumpkin farm, dat is hetzelfde als een melon farm. En een automatic sugarcane farm. En die wil ik eigenlijk ook op in een video gaan doen. Zodat jullie ook kunnen zien hoe het moet. Althans niet hoe het moet, maar hoe ik het doe. Het is niet zo dat als ik dat zo doe, dat ik zeg van jullie moeten het allemaal zo doen. Daar gaan we niet aan beginnen, hè. Nou, bijna helemaal. Twee helemaal vol. En de derde eentje, maar ja. Eén ding bij. Straks is dat gewoon helemaal vol en... Ja, in mijn vrije tijdslesplay had ik er nog 1, 2 erbij gedaan. En dan kwam dan
echt heel mooi uit. Er kwam zoveel uit in één keer. Dat is echt mooi. En ja, toen had ik hem ook twee breder gemaakt en eentje langer, zeg maar. Maar daar had ik nu geen plek voor. Dus ja. Oh, dus één heb ik genoeg. Zo. Oh. Kom hier. Dus ja. Ik vind hem, de wheat farm die werkt gewoon. Dus ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Zo. Kan ik gewoon zo inlopen en dan. Zo. Kan ik er zo gewoon inlopen en dan kan ik zo teruglopen. Dat is misschien wel makkelijk. Ja. Ik denk dat het dit was voor deze episode. Een klein bouwepisodetje. Ja, zoals jullie zien heb ik trouwens mijn render distance op short gezet. Omdat ik bang was dat ik met bij normaal veel ging laggen. Dat valt nu op zich wel mee. Oh, ik ga eerst even wat eten voor mij maken. Ha. Suck you. Fuck you. Ja, yeah, suck on it. Oké, sorry. Ik had tegen de schapen en zo. Want ja, die zaten allemaal te kijken naar mijn wiet. Maar ja, ik ga het mooi eten voor mezelf maken. Ik denk, dit is genoeg. En dan... Jullie krijgen ook wel wat, hoor. Ja... Wat meer koeien en wat meer schapen. Dus ja. Jij eten. Ik heb particles opstaan. Hè. Particles all. Jij eten. Ah, oh, wat een lief koetje. Jij en jij. En jij krijgt niet. Want jij hebt niemand om mee te eten. Oh, jij misschien. Ja, zie je wel. Jij. En welke was het nog meer? Die. Welke andere koe was dat? Of varken. Die. Zie je wel. Zo. Dan heb ik nog één goed over. Goed. Nee, schijntje. Van Stewie, van Family Guy. Maar daar heb ik nog eentje over. Dat is best mooi. Die doe ik gewoon in de chest en dan is het klaar. En het is echt een heel slechte episode geweest. Sorry ervoor, echt. Commentaar, dit slaat echt helemaal nergens op. Ik ben ook nogal moe. En ik heb geen zin in huiswerk en dat moet ik ook nog gaan maken. Dus ik denk dat ik daarom eigenlijk gewoon even een haast episode maak. Van dan hoef ik geen huiswerk te maken, yes. Weet je wel. Nou ja, zoals jullie zien heb ik hier 34 melon seeds en 26 pumpkin seeds. Heb ik 31 sugarcane. En daar ga ik zeker iets mee doen. Daar ga ik zeker ook een farm mee maken. Maar dan moet ik eerst even verder zijn dan dat ik nu ben. En dan zeg ik jullie, vinden jullie deze video leuk? Geef hem dan zeker een groen duimpje. Het wordt gewaardeerd als je abonneert. En dan check ik jullie later. Ciao!